Het is december 1903, als de inspecteur van de volksgezondheid aan BMW van Barendrecht meldt dat het oppervlaktewater voor drinkwater ongeschikt is en aandringt hier iets aan te doen. Een serieus probleem. BMW vindt dat het maken van opvangbakken voor regenwater bij de woningen veel te duur is. En bij herhaling besluit de Raad om gedeputeerde staten om uitstel te verzoeken van deze verplichting. Echter, zonder resultaat. Daarom besluit de Raad in 1907, dus 4 jaar later, om een subsidieaanvraag in te dienen voor de aanleg van een waterleiding. Die wordt echter prompt afgewezen, omdat een concreet plan hiervoor ontbreekt. Er zit dus voor de Raad niets anders op dan om BMW op 16 oktober te machtigen tot een onderzoek of de bekostiging van een eigen waterleidingbedrijf wel doenlijk is. En ja hoor, al in april 1909, dus inmiddels 1,5 jaar later, volgt een besluit dat de heren Dam en Niemands Verdriet het college moeten gaan helpen bij het zoeken naar een geschikt plan. Er komt druk op de ketel, want in september worden BMW er schriftelijk op gewezen dat de tuinders aan de Voordijk de schuiten in de dorpsverwetering zo vol laden met mist dat het in het water valt en dat dat water door veel gezinnen nog steeds als drinkwater wordt gebruikt. Op 8 januari 1910 wordt ingenieur Roelof Kuiper tot adviseur benoemd. En nu gaat het snel. Op 2 maart stelt hij het gebruik van grondwater voor, omdat rivierwater niet bacterievrij zou zijn. En nog dezelfde dag besluit de Raad hiertoe. Al een maand later koopt de gemeente alvast een deel van de oude begraafplaats voor het waterleidingbedrijf. Een nieuwe aanvraag voor subsidie wordt ingediend, maar een overheidscommissie vraagt zich nu af of de investering in een eigen waterleidingbedrijf niet veel te groot is voor zo'n kleine gemeente. De burgemeester wordt hierop door de minister met nadruk gewezen, maar die blijkt niet onder de indruk. Hij stuurt die brief door naar een deskundige met de aantekening: wat zullen wij op die nonsens van de staatscommissie antwoorden? U begrijpt het, er komt dus geen subsidie. De kosten moeten dus omlaag. De heer Kuiper krijgt opdracht om te onderzoeken of er minder diep ook drinkwater te vinden is. En dat klopt. En zo kan in 1911 gestart worden met de bouw van de 36 meter hoge toren met daarin een reservoir van 120 kubieke meter, een filtergebouw en een buizennet voor 3000 aansluitingen.
Zo kreeg Barendrecht in 1912 midden in de oude dorpskern zijn markante watertoren. En ondanks het jarenlange getreuzel behoort het kleine Barendrecht nu bij de kleine groep gemeenten met een eigen waterleidingbedrijf. Mevrouw van der Hoek, we staan hier bij de Lijsterhoeve en u woont hier. Ja, wij wonen nu 11 jaar hier. En mijn grootvader heeft deze hoeve laten bouwen in 1910. Die heette ook De Lijster, Philippus De Lijster. Die woonde hier met 5 dochters, waarvan mijn moeder de jongste was. 1910, dat is dus voor de bouw van de watertoren. Dus hier op de hoeve werd het water opgepompt op een andere manier. Hoe ging dat in zijn werk? Nou, via het dak, het regenwater, het hemelwater kwam via het dak in de goot, in de dakgoot. En via een pijp, een buis, kwam het zo in de regenput. En de regenput bestaat uit verschillende onderdelen? Ja, de regenput bestaat uit 2 onderdelen. De eerste met een grindbak, daar het regenwater gefilterd werd. En dan ging het door een zeef en dan kwam het zo in de regenput. De regenput is 8 kuub. En dat was voldoende, want als in de zomer als het niet zo heel erg veel regent, was dat die 8 kuub voldoende om alles van water te voorzien en ook het watergebruik te optimaliseren? Nou, ik heb nooit van problemen gehoord. We staan nu hier in de keuken van de Lijsterhoeve. Wat een prachtige koperen kraan. Hoe ging het uiteindelijk in zijn werk? Want er zit een slinger, er zitten 2 koperen kranen. Kunt u daar het een en ander over vertellen? Ja, nou, met die slinger zwengelde je het water op uit de put, de pompte je omhoog. En dat kleine kraantje is voor een kleine hoeveelheid water en die grote kraan is meer voor de emmer. Als je een emmer wilt tappen, dan deed je dat bij die grote kraan. En daarnaast zit een overloop als de put het water te hoog opgezwengeld is door middel van dat hendel. Dat hij niet overloopt, maar dan komt het door een kleine uitloopje daar. Tom Blinde, jij was in de jaren 70 werkzaam hier bij de drinkwaterleiding in Barendrecht. In welke jaren ben je werkzaam geweest? De jaren 67 en 68. Ton, als we naar de huidige watertoren kijken, er staat een klein torentje naast. Dat is toen de tijd gelijktijdig gebouwd met de watertoren. Wat was de functie van die kleine toren? Nou, dat klopt, de functie van de kleine toren was... daar werd het grove water werd gefilterd. Het ijzer werd eruit gefilterd door een grof zandbed ging het water dan. En dan ging het nog een stukje de toren in. En daar ging het over kaskades om nog wat extra zuurstof in het water te krijgen. En dan ging het water naar boven, naar het reservoir. En dan was het water klaar voor gebruik. Ja, want in de begintijd was het reservoir niet groot als 120 kubieke meter. Was dat toen de tijd toereikend voor de drinkwaterleiding? Ja, volgens mij was de capaciteit toen 37 kubieke meter water per uur kon de watertoren leveren. Ja, want wanneer kwam de tijd dat de capaciteit van van de filters, het Rijnwaterfilter en de capaciteit van de buffer boven in de toren, wanneer was dat niet meer toereikend? Volgens mij in de jaren 57, 58, toen is geloof ik dat kleinere filtergebouw erbij gezet, wat nu weggebroken is. Ton, in de tijd dat de capaciteit van de watertoren en het filter Rijnwatergebouw de capaciteit te weinig was, en toen zijn er filtergebouwen bijgebouwd. We staan hier op een plek waar het niet meer bestaat, maar wat kan je hierover vertellen, over deze locatie? Nou, vroeger was hier de Rijnwaterkelder. Dan later zijn er huizen bovenop gebouwd. De plek waar we nu lopen was vroeger weiland. Hier waren ook de bronnen? Ja, dat klopt. Er waren 4 bronnen waar het water uitgepompt werd. En dat ging richting de Druwwaterkelder werd er gepompt. Waar het door de filters ging. En daar vandaan werd het weer in de Rijnwaterkelder gepompt. De plek waar we nu eigenlijk staan lopen is een appartementencomplex. Hier was vroeger ook een Rijnwaterkelder. Hieronder toevallig, hier zie je de garage, dat is de toegang tot de Rijnwaterkelder. Daar hebben ze nu een flat op gezet. Moment dat er geen stroom was, was er ook een voorziening, een soort noodstroomvoorziening aanwezig bij de watertoren? Ja, dat klopt. Onderin in de watertoren, in de machinekamer, daar stond een dieselmotor. Als de stroom uitviel, dan kon de dieselmotor in werking gesteld worden.
Er zat wel veel koperen leiding aan en dan moesten we eindelijk poetsen. Om het een beetje mooi en netjes te houden. Was jouw dagtaak dan eigenlijk meer poetsen als dat je aan het pijpvitten was? Dat niet, maar soms wel. Soms kwam het er wel bij, zeker als het slecht weer was. Tot naast het feit dat de huishoudens werden aangesloten aan de drinkwaterleiding, waren er ook grootgebruikers in die tijd, in het bestaan van de watertoren? Ja, in de jaren 60, toen hij nog in de Noordtunnel gebouwd werd, toen had de tunnel ook veel water nodig om de tunnelelementen te maken. Dus er werden ook wel goede afspraken gemaakt. Wanneer hun water nodig hadden, dan moest de toren extra water leveren. Meestal werd het 's nachts gedaan. En dat water werd gebruikt om het cement, het beton aan te maken? Ja, dat klopt. Dus de Heinoordtunnel, die is gemaakt met Barendrechts water. Ja, waren er nog meer grootgebruikers in Barendrecht? Ja, in aardbeienwasserij, vlak bij de veiling, deed volgens mij de wasserij de Betuwe. En als die veel water nodig hadden, dan moest er ook een telefoontje gepleegd worden. Op het moment dat er geen telefoontje aan vooraf ging en ze gingen gewoon water gebruiken, kwamen dan de huishoudens in problemen? Ja, want dan werd de druk lager in het dorp en dan kregen misschien de mensen ook wel wat bruin water in de leiding en in het wasgoed. Dat was de hoofdzaak. Ging het wel eens mis? Dat ging wel eens mis. Op maandagmorgen, als er veel water werd gebruikt, dan ging in Svintzoek het wel vaak mis. Dan hadden de vrouwen hadden bruin water en daar waren ze niet blij mee. Dan moest dan de hoofdwaterleiding gespuit worden, noemden ze zo. Dan werd de brandkraan opengezet, de slang eraan. En dan bleef ze lopen net lang tot het water schoon was. Werden de mensen geïnformeerd als er gespuit ging worden? Want tijdens het spuien kon men de drinkwaterleiding, de leiding zelf ook nog gebruiken. Ik neem aan van niet. Ja, tijdens het spuien konden we wel gebruiken, maar hadden wel kans dat ze wel gelijk koffie konden drinken ervan. De mensen werden niet van tevoren geïnformeerd dat het spuien ging plaatsvinden? Nou, soms wel, ja, maar niet zo erg. Schriftelijk werd het volgens mij gedaan, ja. Jouw werkzaamheden, zomer, winter, zat daar nog een verschil in? Nou, er zat eigenlijk weinig verschil. Ja. S'winters dan had je niet veel te doen. Tenminste, dan kon je niet buiten graven. Want als de vorst in de grond is, dan is de grond hard. En dan werd er wel eens op uitgestuurd om te kijken of dat er nergens een lekker waterleiding was. En dan kon er wel via de sloten, kon er wel zien. Want de looie leidingen die lagen door de sloot heen. En als die gingen lekken in de winter, dan kon je zien, dan werd het een wak. En dan zag je dat de waterleiding lek was. En dan werd het op afgestuurd? Ja, en dan moest het later weer gerepareerd worden. Hè. In 1953 werd het drinkwaterleidingsbedrijf aangesloten bij het keuringsorganisatie de Kiva. Wat was de aanleiding dat de Kiva het water ging controleren? Ze moesten natuurlijk wel zeker weten dat er nog goed water geleverd kon worden. Want het Barendrechts water was wel bekend dat het erg hard was. Ik geloof volgens mij 32.000 hardheidsgraden. Maar daarentegen was het ook goed water, want er zat veel ijzer en jodium in. En mensen met struma, dus een dikke nek of keel volgens mij, die hadden daar wel baat bij het jodiumhoudend water. Want die mensen die vroeger veel de regenwater dronken, die hadden daar vaak last van, hè, van struma. Mevrouw van Kampen, u bent in 1959 getrouwd en in 1959 bent u hier gaan wonen. Ja, zijn wij hier gaan wonen. Dat in een noodwoning. En die noodwoning, wat was dat voor een soort woning? Dat was een directiekeet van een woningbouwvereniging, hadden we die gekocht. U kwam oorspronkelijk van de Middeldijk af. Daar had u een aansluiting op de drinkwaterleiding. Toen kwam u hier wonen op de Essendijk. Ja. Was een heel verschil. Ja, dat was zeker een heel verschil. Het was echt even heel erg behelpen als je de kraan maar open hoeft te draaien, je al water. Dus toen wij getrouwd zijn, toen was hier dus geen water, dat wist ik dan wel. Maar goed, toen kwam het ongemak. Water moest ik halen uit de regenpit. En dat schepte in de regenpit, dat ging in melkbussen. Omdat mijn schoonouders, die hadden een veebedrijf. En die melkbus zette ik naast mijn aanrecht. En daar schepte ik in om te gebruiken, om te drinken en voor het eten.
Het was natuurlijk een hele overgang. Ik kwam van de Middeldijk en daar was alles kraan open en alles ging automatisch. In de winter ging het wel, maar in de zomer dan was het wel eens dat we zonder water zaten. Dan belden we op en dan brachten ze van de gemeente water en dan gooiden ze de put vol. Maar met regentijd hadden we natuurlijk wel mos dat mee net van dak mee kwam door de pijp. En dat ging door een bak met stenen, die gewoon een stenen bakje wat aan de... En daar zat grind in. En dat zuiverde eigenlijk het water wat wij gebruikten voor het eten en om te drinken. Daar gebruikten wij dat water voor. Er was verder nog een mogelijkheid voor welwater en dat gebruikten voor toilet en voor handen wassen, omdat anders die auto dikwijls meer moest komen, want mijn schoonouders woonden naast ons en die waren met 7 personen en die moesten ook van het water leven.